expeditie weg. Welkom in het mooie Middelburg. Wat mooi om hier met elkaar te zijn, om feest te vieren, want het is het wetenschapsfestival. Wow. Vroeger was Middelburg echt een van de belangrijkste wetenschapsplekken van Nederland. De telescoop is hier bijvoorbeeld uitgevonden. En ja, dat is natuurlijk een van de belangrijkste uitvindingen uit de wetenschap. Hoe vind je het om hier te zijn? Ik vind het fantastisch om hier te zijn, want ik word heel blij van alle blije kinderen die hier zijn om de wetenschap te vieren. Nee, dat is niet saai. Allemaal nieuwe dingen ontdekken, dat is juist het leukste wat er is. Niks is niks anders dan gewoon zaadsextijd uit de wolken. Dus wat we hier zien is echte bliksem. Wetenschap heeft natuurlijk alles te maken met onderzoek. En hoe kan je beter onderzoek doen dan als journalist? Wou u vroeger ook al astronaut worden? Ik wilde als kind van alles worden. Ik kreeg science fiction boekjes van mijn oma. En toen dacht ik van, oh, spannende avonturen in de ruimte leek me ook wel wat. Dus het begon als een spannend avontuur. Toen zag ik hoe mooi het was. Ik zag die prachtige foto's van de Space Shuttle. En ik leerde hoe nuttig het was, wat we allemaal met ruimtevaart doen. Het is eigenlijk best wel belangrijk om over dit soort dingen na te denken. Heel veel kinderen zitten nu achter een schermpje te kijken naar TikTokkers en die denken, ja, dat wil ik later ook worden. Dan is het belangrijker om na te denken over de toekomst. Een fabel. Is een fabel. Nog een tip voor de kinderen hier. Een tip die ik zou willen geven is, wees nieuwsgierig. Dat is soms ook wel een beetje spannend. Want ja, dan ga je vragen stellen soms aan mensen dat je denkt, ja, mag ik dat wel? Of je gaat iets uitproberen en je weet niet zeker of het wel lukt. Maar ik denk dat als je echt nieuwsgierig bent, dan ga je het meeste leren en ontdekken van de wereld om je heen. Dat je eigenlijk overal natuur kan ontdekken. Dus dat je niet per se naar een natuurgebied hoeft, maar dat je dus ook zo'n stad bijvoorbeeld als Middelburg, daar ook super mooie plantjes kan ontdekken. Heeft dat dan met wetenschap te maken? Hele goede vraag voor jou, maar dat heeft ook met wetenschap te maken, ja. Ik keek ook heel graag naar de programma's van Steve Irwin, dat was een Australische natuurbeschermer. En hij liet eigenlijk zien dat juist de buitenbeentjes, dus de dieren die de meeste mensen een beetje eng vinden, dat die heel belangrijk zijn. En toen dacht ik, wauw, dat wil ik later ook doen. Ik wil eigenlijk een stem zijn voor die buitenbeentjes. En heeft dat dan ook een beetje met wetenschap te maken? Natuurlijk, er is nog heel veel te ontdekken over reptielen en dat maakt juist dat veld in de wetenschap zo interessant. Oké. De T-Rex, we kennen hem, hè? Toch? Ja. Nou, ik zie hier gewoon allemaal nieuwsgierige mensen die dingen vragen. Dus dat is al een goed begin. De kinderen zijn nu eigenlijk de toekomst. En die moeten daar dan ook in leven. En daar moeten zij ook veel van weten. Dus ja, ik vind het heel erg belangrijk voor kinderen. Zijn. Wat het belangrijkste is, denk ik, om je dromen te volgen. Of je nou boswachter wil worden, of wetenschapper, of presentator van kindertelevisie. Is het belangrijkste dat je doet wat je echt het leukst vindt. Dus niet wat grote mensen, volwassenen tegen je zeggen van dit is leuk, dat is leuk. Maar dat je altijd, en dat klinkt heel cliché, maar dat je hart blijft volgen. Wat heeft u nog te zeggen tegen de kinderen die ook astronaut willen worden? Ja. Als je een passie hebt, als je iets leuk vindt, en dat kan van alles zijn. Als je iets graag wil, ga het altijd proberen. Als je wetenschap leuk vindt, dat je daar gewoon lekker mee bezig moet zijn. Want we hebben iedereen nodig in de wetenschap. Of je nou jong of oud, dik of dun bent, dat maakt niet uit. Maar het allerbelangrijkste is dat je gaat uitzoeken wat je leuk vindt. Ik vond echt dat het op een hele leuke manier verteld wordt. Waardoor het eigenlijk helemaal niet saai is om over de wetenschap te leren. Goed interview. Goed gedaan. Hele goede vragen. Oké, dank u. Oké, alsjeblieft.